Heb je zien? Hoi! Ik heb vorige week ook net gestopt. Ja. Zijn jullie er klaar voor? Ja. Zullen we alvast een klein beetje beginnen dan? Ja? Kunnen jullie zo de voeten zo optillen? Doe maar mee. Lukt dat jou niet zo? Mevrouw Wolle. Mijn vrouw die zit daar. Die zit daar? Ja, dan moet ik dus via het raam moet ik contact zoeken. Ja, want u mag eigenlijk hier ook niet meer op bezoek. Ja, al 5 weken niet. En woont u hier zelf in de buurt? Ja, ik woon hier in een flatje vlakbij. Oh, echt waar? Ja. Maar dan is het dit eigenlijk nog best leuk dat u toch even elkaar kunt zien. Ja, zeker. Daarom. Doet u dat dagelijks? Ja, als het mooi weer is. Maar met die wind konden ze niet op het terras zitten. Dan kan ik ook niet. Nee. Dus ja, dan doen we wel eens skypen en zo. Oh ja, dat wel. Dat is ook leuk. En dan helpen de verpleegsters dan? Of doet u dat... Ja, dat doen de verpleegsters voor. Hè? Ja. En dan doe ik dat bij mijn dochter altijd. Die schakelt dat dan altijd in. Oh, leuk. Nou ja, fijn dat... samen even sporten dan. Twee handen. Dat is zo'n lief beeld, hè? Dit is een mooie. Ja, dat is heel mooi. Nou, lieve. Hoe is die? Moet het maar over zijn? Ach, ja. Ja, je ziet het, ik heb een heel harem hier, hè? Ja, dat gaat nog wel, zeg. Het zijn allemaal mijn vrouwen. Doos. Er staat nog een behoorlijke wind hoor. Jij komt in de krant. Heel goed dames. En dan gaan we naar de schouders en omhoog. Kunnen jullie dat zo? Op je hoofd? Ja. Op je schouders. Naar je knieën. En naar je tenen. Nou, daar gaan we weer. Oké, armen hebben weer rust. Zien hoe lelijk dat je bent. Nou, beetjes van de vloer. Hoe lang zijn jullie al samen, meneer? Bij 55 jaar. Ja, dat is lang, zeg. En terecht. Ja, ze is wel een stout, hoor. Ja. Zijn jullie Zeeuwen van oorsprong? Ik ben een Zeeuw. Ja? Zij is een Hagenees. Oké, die heeft u even naar hier gehaald. Ja, van het embleem van Den Haag, van de stad. Met een reiger, toch? Ja, die reiger. Ja. Ooievaar, ja, dat is het, ja. Hoog in de poten, kaal in de veren en een grote bek. Was hij ook zo? Ja. Toos? Ja, Toos ook. Nou, mooi hoor. En Toos? Mooi. Nou, hè. Wat zijn ze nou aan het doen? Laura, kan je praten tussendoor of is dat lastig? Nee hoor, dat kan zeker. En kan je even heel kort, welke praktijk zijn jullie? Fysico? Wij zijn van Fysico Nadorst. En wij zijn gedetacheerd bij Zorgstroom. Dus zodoende komen wij ook in alle verzorging, een hele hoop verzorgingshuizen hier in Middelburg. En ondertussen weer de knieën strekken hoor. We zien dan met name eigenlijk de verpleeghuisafdelingen. Is het voor jullie een beetje werkbaar? Want je zit nu in een grasveldje, hondenpoeper in en alles. Maar is het wel te doen? Ja, het is wel te doen, maar het kost wel wat moeite. Ja. Maar het is wel gewoon belangrijk voor de bewoners dat ze echt wel in beweging blijven. Ja. De zorg heeft het ook gewoon heel druk. Dus het is wel gewoon heel belangrijk dat ze in ieder geval 1 keer in de week minimaal toch wat gymnastiek moeten krijgen. Maar het voordeel is wel, ze hebben hier de plexiwand, hebben ze eigenlijk al. Dus, dus dat, alsof het ervoor gemaakt die is. Die maatregelen hoeven we in ieder geval niet zelf meer te treffen. Nee. En het weer is natuurlijk ook prachtig. Ja, dat dus tref je. Dat, Nou, bedankt voor je toelichting. Veel succes nog. Dankjewel. En een folie ook. Ja. Met die armen.